Het nieuwe voetbalseizoen gaat eindelijk weer beginnen. Zaterdagavond is de traditionele opening met de Johan Cruijffschaal. Ajax staat erin tegenover AZ en de sfeer bij de landskampioen is zeer ontspannen. Onderling bij de trainers, tussen trainers en spelers. En ook onderling in de selectie wordt er veel gelachen. Ajax gaat het seizoen zonder grote zorgen tegemoet. De sfeer is hartstikke goed, dat kun je niet ontkennen natuurlijk. En dat je deze groep nu, zoals die nu is, nog samen hebt, ja, dat is natuurlijk fantastisch. En hopelijk houden we die ook zo grotendeels. De sfeer is hartstikke goed natuurlijk. Maar daarom moet je wel waken dat het allemaal niet te gemakkelijk wordt natuurlijk. Juist omdat het juist zo vertrouwd voelt met allerlei gezichten die je al wat langer kent. Dan moet je elkaar wel moeten kunnen prikkelen om ook weer dat op te kunnen geven wat je vorig jaar ook deed. En te beginnen met morgen, denk ik. Voor Van Rijn zal die prikkel Ruben Lijon moeten zijn. Laatstgenoemde verwierf met zijn goede spel tijdens de voorbereiding definitief een plek in de A-selectie. Hij doet het op dit moment ook hartstikke goed, dus dat is voor mij alleen maar een teken om niet te verslappen. Want je zult zien dat als ik niet zal presteren, dat de trainer niet zal aarzelen om te wisselen natuurlijk. En dat is voor mij een goed punt om aan te werken. En zodoende wil ik mezelf ook weer naar een hoger plan tillen. En zorgen dat ik erin blijf staan natuurlijk. Frank de Boer heeft tijdens de voorbereiding op de Cruijffschaal al diverse knopen moeten doorhakken. Zo zit niet Tobias Sana, maar Lucas Andersen bij de selectie. De Deen vervangt de geblesseerde Boerrichter. En aankoop Van de Horen zal toe moeten kijken tijdens het duel met AZ. De oefenwedstrijden zijn dus echt voorbij. Het is wel weer lekker dat de wedstrijden die erom om doen, dat het weer gaat beginnen. En, ik denk dat het morgen natuurlijk een hele mooie wedstrijd is. Eerste prijs van het seizoen. Die we natuurlijk met z'n allen graag willen pakken. Natuurlijk is het gewoon ook een goede wedstrijd om je te meten met een goede eredivisieclub richting de competitie volgende week. En ik denk dat AZ daarin een goede en sterke ploeg is om goed tegen te kunnen oefenen natuurlijk. Maar wat deze wedstrijd speciaal maakt is dat er ook een prijs te verdelen valt. En ik denk dat het belangrijkste is. Bekerwinnaar AZ schakelde in het bekertoernooi afgelopen seizoen Ajax uit. De uitblinkers van het duel, Maher en Altidoor, zijn echter vertrokken uit Alkmaar. Desondanks verwacht Van Rijn geen makkie. Ze hebben nu natuurlijk wel ook wat aantal nieuwe jongens hebben ze gehaald. Ook goede spelers zoals Kudelje natuurlijk. Het is wel een team om opbouw natuurlijk. Want het is een heel nieuw elftal, ook in het centrum denk ik achterin. Maar ik moet zeggen dat het stuk voor stuk toch wel goede voetballers zijn natuurlijk. En ik denk dat je als je zo'n stel voetballers bij elkaar hebt, dat je er ook gewoon een goed team van kan smeden. En daarom zullen we ook ons zeker goed voorbereiden en zeker niet AZ onderschatten voor dit seizoen. Uiteindelijk eindigde het halve finale duel in 3-0 voor AZ. Maar revanchegevoelens leven niet. Op dat moment hebben ze daar gewoon verdiend gewonnen natuurlijk. Dat kun je niet kunnen met zo'n uitslag. Dit is gewoon weer een nieuwe wedstrijd tegen een andere ploeg natuurlijk met veel nieuwe spelers. Nou goed, en dit keer spelen we om hoofdprijs en die willen we graag winnen.